Hoi allemaal, ik ben Vincent, zo zie ik eruit en je kijkt niet naar een tutorial van hoe moet ik editen, nee je kijkt naar de release van Call of Duty World War 2. Deze video had 3 weken geleden af moeten zijn, maar dit evenement dat was zo slecht dat de motivatie helemaal is weggezakt om überhaupt een edit te gaan maken. Wat nu volgt is een korte flitsende introductie van hoe het evenement had moeten zijn. Calls, guess who's stepping in? Tell the cavalry to saddle up and send them in. You start at tenderfoot, hardened to a veteran. Pressing on is how we honor all our fallen brethren. Soldiers, we were born to be. D-Day, this ain't your normal beach. Hit the shore, we're storming Normandy. Sure looking forward to your retreat. It's way too late to sort the beat. Adolf, you're nothing short of beating. The price of freedom comes with war. And the Führer can't afford one more defeat. Het is nu 11 uur 's avonds en ik loop hier ziels alleen door het Nationaal Militair Museum in Soest. Moet je kijken hoe tof dit eruit ziet. Helikopters, tanks en hierboven een of andere straaljager die ik nog nooit in het echt heb gezien. Ik ben hier voor Call of Duty World War 2. Er wordt hier een launch event georganiseerd en ik mag erbij zijn. Voor het eerst sinds 9 jaar gaan we weer terug naar de Tweede Wereldoorlog. En we bereiden ons massaal voor op de strijd. A few moments later. Hou dit enthousiasme vast de hele avond. Kom dichterbij, pak een drankje. We gaan beginnen. Doe eventjes je microfoon. Laten we daarmee beginnen. Ja. Jongens, kunnen we Simon aanzetten? Nee! Simon is aan. Staat Simon aan? Iedereen, allereerst bedankt jullie er zijn. Super tof. Kom maar dichterbij, jongens. Het wordt tof vanavond. Denk ik, hoop ik. Ik denk dat jullie meer zin hebben in thuiskomen en lekker Call of Duty spelen. Kom lekker naar het podium en neem je drinken mee, de flessen, wat je allemaal maar wil. En dan gaan we zo beginnen. Thank you. Ja, bent u? DJ, zijn dit de DJ's? Dit is een fan. Dat was even een meet and greet tussendoor. Daar even op. Goeiedag. Hoi. Hoi. Ik vind die kom. Moet je kijken wat een super tof vliegtuig boven mijn hoofd. Dat is dan ook het enige memorabele van deze hele avond. Want dat hele televisiecircus achter me, dat kan me gestolen worden. Ik ben hier naartoe gekomen om als klapvee te dienen in een of andere livestream. Zo voelt het. Iedereen om me heen staat te netwerken. Wel heel interessant. Maar als ik dan kijk naar dat feestje van vorig jaar. Waar is die party? Waarom vieren we deze game niet? En moet je kijken, die locatie waar we hier zijn. Hoe tof dit is. En we doen er niks mee. Nee, we staan hier al met z'n allen in de spotlights. Te genieten van een colaatje, een wijntje, een biertje. En verder af en toe een applausje, geforceerd. Omdat de presentator Simon daarom vraagt. Minuut en dan gaan we allemaal spontaan naar huis om de hond uit te laten. Kunnen we eindelijk Call of Duty spelen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb nog niet de kans gehad om hem aan te raken. Vorig jaar dacht ik, Infinite Warfare, dit gaat hem worden. Fuck yeah, Jon Snow, Space, Star Wars alleen dan in Call of Duty vorm. Nee, ik was de enige op deze aardkloot die dat dacht. Ik dacht ook mijn computer die zei, Vincent, virusscanner, deze game kan jij lekker niet opstarten. Dus ik hoop dat deze game wel gaat werken op de PlayStation 4 en dat het bij mij een nostalgische snaar gaat raken. Binnenkort een let's play op ons kanaal www.gamergeeks.nl. Ik denk dat het hilarisch gaat worden. Ik ga afsluiten, jongens. Iedereen ontzettend bedankt voor het komen. Kan ik ook nog een beetje confetti krijgen of is dit echt... Ik ga afsluiten met TL Balken, dat is mijn einde. Veel plezier, iedereen bedankt voor het kijken thuis en
heel veel plezier met spelen en met het downloaden van de game. Heel veel plezier. Dag allemaal, tot later. Yo!